Hennep is een eenjarige netelachtige plant in de hennepfamilie, waartoe ook hop behoort. In totaal worden zo'n 40.000 verschillende producten van deze plant afgeleid. De meest bekende is wiet, wat veelal illegaal wordt verbouwd. Buiten het feit om dat het verbouwen van hennep verboden is, veroorzaken de illegale kwekerijen die het gewas verbouwen gevaarlijke situaties voor de omgeving. Om de kwekerijen tegen te gaan organiseert het district Zuid van de regiopolitie IJsseland een paar keer per jaar de zogenoemde hennepdagen. Deze dagen worden ruim van tevoren gepland. Vandaag zijn we weer bezig met onze, nou ongeveer eens per twee maanden, vinden de zogenaamde hennepdagen plaats hier in het district Zuid van de regiopolitie IJsseland. Waarbij dan collectief een aantal hennepkwekerijen worden geruimd. Zo'n actie wordt minutieus voorbereid. Het is natuurlijk zo dat de politie niet op een of andere loze opmerking een woning binnenstuift. Dat werkt absoluut niet. Dat zou ook niet mogen. Maar we zijn dus afhankelijk van meldingen uit verschillende bronnen. En dat kan variëren van buurtbewoners, van woningbouwcorporaties, van energiemaatschappijen. En wij kennen dus ook onze anonieme meldlijn, de Bel-M, zogenaamde Bel-M-meldingen. Meldingen worden allemaal verzameld en geanalyseerd. Er kunnen nog eventueel nog warmtebeeldmetingen kunnen daar nog bij komen. Dus met andere woorden een gedegen verdenking dat er in de bewuste panden een hennepkwekerij zit. Aan een daadwerkelijke inval bij een kwekerij gaat een heel traject vooraf. De actie wordt eerst in detail voorbereid. Bij een hennepdag zijn meerdere partijen betrokken. Zo is de woningbouwcorporatie erbij als verhuurder van het pand waarin de kwekerij zich bevindt. De brandweer voor de meting van gevaarlijke gassen. De energiemaatschappij als controleur van de veiligheid. En natuurlijk de politie voor het strafrechtelijke gedeelte en het beschermen van de openbare orde. De dag wordt begonnen met een briefing voor alle betrokken partijen. De teams worden ingedeeld en de laatste details worden besproken zodat een ieder weet wat zijn of haar taak is. Tot slot wordt iedereen nog geattendeerd op gevaren die zich kunnen voordoen bij een inval. En dan gaan de teams op pad. Als er niemand in een verdachte woning aanwezig is, wordt deze door de politie geopend. In de meeste gevallen treft men een hennepkwekerij aan. Wordt die aangetroffen, dan wordt eerst gekeken naar de veiligheid. De woning wordt gecontroleerd op booby traps. En het is mogelijk dat de brandweer een meting uitvoert in verband met giftige gassen. Ik zou zeggen in 80 tot 90% van de gevallen is de elektriciteit illegaal en ook vaak gevaarlijk. Dus de energiemaatschappij gaat dan bekijken om de zaak veilig af te sluiten. De zaken worden geruimd en vernietigd. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we natuurlijk het verdachte verhaal dat de, noem maar de kweker, wordt aangehouden, wordt overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord, waarna justitie verdere maatregelen neemt. De strafmaat voor iemand die wordt betrapt op het verbouwen van hennep loopt zeer uiteen. Gekeken wordt of degene in het verleden al eerder een dergelijke overtreding heeft begaan. Daarnaast loopt de verdachte het risico dat er een extra boete volgt als de hennep al geoogst is. Wat we ook heel vaak zien is dat er heel erg gevaarlijk wordt omgegaan met elektriciteit. Ook dat is nog weer van invloed op de strafmaat. Maar globaal, bij zoals we dat noemen first offenders, komen die toch weg met een taakstraf. En dan, net wat ik zeg, dat is weer afhankelijk vaak van het aantal planten. Een hennepplantage, ruim 350 planten. Die zijn we momenteel bezig om te ruimen. Dus zoals je ziet is het een hoop werk. Dit is een vrij professionele opgezette plantage. Dat houdt in met een irrigatiesysteem,
Dus ja, je kunt met één of twee mensen kun je het af om de hele plantage te onthouden. Het ontruimen is gewoon, je gaat met een aantal collega's ga je naar binnen. In principe word je vooraf gegaan door een boerenkoppel. Ook wij kunnen informatie krijgen die niet juist is. Dus er wordt eerst een boerenkoppel gaat naar binnen om te kijken of het inderdaad correct is. In dit geval was er dus geen bewoner bekend. Dus hebben we de slot geforceerd. Zijn we via het geforceerde slot zijn we dus naar binnen gegaan. Dan kom je met de minste schade binnen. Dat is ook de afspraak die we hebben met de woningbouwvereniging. Nou, de collega's hebben geconstateerd dat er sprake was van een hennepplantage. Vandaar dat we dus hier zijn. Dit is dus een hennepplant zoals wij ze aantreffen. Deze is bijna oostrijp. Ik denk nog een week, twee weken, dan was hij klaar geweest. En dan is het de bedoeling, men komt dan, knipt dus alleen het pluizige gedeelte, knippen ze weg. Dat wordt ook gebruikt, dat zijn de zogenaamde henneptoppen. De henneptoppen worden gedroogd en in gedroogde vorm kun je spul roken. Dat is heel kort wat je zegt en dat is dus de hennepplant op zich. En die heb je dus in verschillende uitvoeringen. Je hebt snelgroeiers, die zijn met 8 weken oostrijp. En je hebt ze, die zijn wat langzamer, dus je hebt de 12 weken doen ze erover. Wij nemen altijd van elke plantage die we vinden monsters mee. Dat zijn twee planten die worden door een expertise rapport wordt van gemaakt. Er moet gewoon vastgesteld worden dat het inderdaad de hennep betreft. En dat gebeurt ook bij deze plantage. Nou, je praat dus overlast van de omgeving. Nu ook weer, nu zijn de buren die geklaagd hebben. Buren, boven, beneden, links, rechts. Je hebt bestankoverlast, je hebt kans op wateroverlast. Deze plantage was qua installatie redelijk goed aangelegd. Maar je ziet het een stuk slechter en dan heb je dus ook problemen met elektriciteitsvoorziening, warmteontwikkeling en brandgevaar. De kwekerij wordt opgerold, alles wordt meegenomen. Maar waar gaat het dan naartoe? Dit gaat rechtstreeks naar Circulus. Dus met andere woorden de afvalverwerking. Daar wordt het onmiddellijk heen gebracht. De betrokken kwekers die doen afstand van de goederen. En die worden dus op een aanhangwagen of in een vrachtauto geladen. En die gaan dus naar rechtstreeks worden vernietigd. Alles wordt vernietigd. Niet alleen de planten, maar ook alle apparatuur die ermee verband houdt. De lampen? De lampen die worden er even uitgedaan, want dat is namelijk ja, chemisch afval. En die gaan naar een aparte vuilverwerking. Dus dat levert nog even iets extra kosten op. Ja, er zijn vandaag wel 2 aanhoudingen verricht. En die mensen die zijn op dit moment nog op het bureau en worden daar verhoord. Waarna justitie dan de maatregelen bepaalt. Hoe verloopt het vandaag? Wat ik begrepen heb, gaat vandaag ontzettend goed. Althans, ja... Het ligt er natuurlijk even af van welke optiek of je dat bekijkt. Vanuit onze optiek loopt het erg goed. Dus tot nu toe nog een 100% score. Waarbij dus inderdaad een behoorlijk aantal planten... En waarbij toch de leefomgeving van een aantal mensen weer een stukje veiliger is gemaakt.